Welkom bij de examentraining over elektrische systemen. Gebruik de inhoudsopgave van deze YouTube-video om snel naar dat deel te gaan dat jij nodig hebt. Pak alvast BINAS, pen, papier en een rekenmachine erbij om met de oefeningen mee te kunnen doen. Zo heb je het meest aan deze examentraining. Ik zal eerst even uitleggen wat er in dit domein getoetst wordt, uh, ik geef aan welke verbanden er zijn met andere domeinen, dan een wat langere samenvatting over elektrische systemen, uh, algemene tips om te voorkomen dat je punten laat liggen. En tot slot veel oefenen. Nou, dit is D1 uit, het, uh, uit de syllabus, uh, domein D1. Uh, de eindterm is dat de kandidaat jullie dus uh, in context elektrische schakelingen kan analyseren met behulp van de wetten van Keerhof. En daarbij kan je ook energieomzettingen uh, analyseren. Dan nou, wordt het in de syllabus helemaal uitgewerkt in verschillende specificaties. Uh, bijvoorbeeld dat je het verschijnsel elektrische stroom kunt uitleggen. Ik zou je aanraden om die syllabus erbij te pakken en zelf dit even door te lezen om te kijken, om te bepalen of je begrijpt waarover dit allemaal gaat en of je al die onderdelen beheerst. Nou, welke verbanden zijn er met andere onderwerpen? Heel belangrijk is het domein C2, energie en wisselwerking. Dat leg ik uit in het filmpje over mechanica. En dan is het vooral van belang dat je snapt hoe energiebehoud werkt. Bij een elektrisch systeem komt de elektrische energie. In het systeem en dat wordt bijvoorbeeld omgezet in licht of een motor zet het om in arbeid. Um, dat moet je dus kunnen toepassen. En verder D2, elektrische en magnetische velden. Uh, dan gaat het over elektrisch veld en spanning en vaak worden uh, deze twee domeinen, D1 en D2, met elkaar gecombineerd. Ja, dan een uh, samenvatting van dit domein. Um, ik begin even heel algemeen zodat je uh, je een beetje kunt voorstellen waar spanning, stroom enzovoorts over gaan. En het allerbelangrijkste dat ik je mee wil geven is dat uh, spanning is eigenlijk de oorzaak en stroom het gevolg. En weerstand geeft dan het verband tussen die twee. In formule ziet dat er als volgt uit: uh, spanning is eigenlijk hoeveel energie je per lading in een stroomkring meegeeft, bijvoorbeeld door een batterij, of hoeveel er uh, per lading aan energie wordt omgezet in een andere vorm, bijvoorbeeld in een lampje. Nou, stroom is dan hoeveel lading er per tijdsheid voorbij komt. Um, die vind ik zelf het makkelijkst voor te stellen. Hier uh, kunt je uh, hierbij voorstellen uh, water door een rivier of auto's over een snelweg. Nou, weerstand geeft dus het verband tussen die twee en dat zie je in, in deze formule. Spanning is I keer R, zo staat die ook in BINAS en uh, die, uh, dit verband geeft dus uh, weer uh, hoeveel stroom er gaat lopen bij een bepaalde spanning uh, ten gevolge van een bepaalde weerstand. Nou heb ik ook een uh, simulatie hiervan, zodat je een beetje voor kunt stellen uh, hoe dit werkt. Ik heb hier een batterij en een lampje uh, met een schakelaar. En ik meet eerst de spanning over de batterij en dan zie je dat het 9 volt is. Nou, de spanning over het lampje is 0 volt, want de schakelaar is open en 0 volt betekent ook geen stroom. Waar blijft die spanning dan? Nou, die spanning staat over de open schakelaar. Um, als je hem dicht doet, dan heb je een gesloten stroomkring, er kan een stroom lopen. Nu staat er wel spanning over het lampje van 9 volt en uh, dat betekent dus bij een bepaalde weerstand is er een bepaalde stroom. Laten we die stroom eens meten. Ik knip hier even de schakeling open en ik zet er een stroommeter in en dan zie je dus uh, dat er een bepaalde stroom is gaan lopen. Nou, let verder op het taalgebruik. Dit kan je helpen omdat je, als je het verkeerd uh, nadenkt over spanning en stroom, ga je ook verkeerde uh, berekeningen maken. Dus de spanning staat ergens over, de stroom gaat ergens doorheen. En uh, dat zie je dus in zo'n schakeling. Hier heb ik het nog een keer weergegeven. Dat lampje, uh, daarvan kan je de spanning meten door er een spanningsmeter overheen te zetten. Dus voor en na. Je meet dus eigenlijk het energieverschil van de ladingen voor en na het lampje. En de, stroom moet, de stroommeter moet in de stroom staan, want je wilt weten hoeveel ladingen er voorbij komen. Nou zijn er twee belangrijke soorten schakelingen, serie en parallel. Ik heb weer even een simulatie voor je gemaakt om te laten zien wat er in zo'n schakeling gebeurt. Hier zie je een batterij met twee lampjes in serie, de een na de ander. Er zijn geen afslagen. Nou, de spanning van de batterij, van de bron, is 9 volt. En als ik nou de spanning over de lampjes meet, dan vind je 4,5 over het ene lampje en 4,5 over het andere lampje. Opgeteld dus die 9 volt. Nou, nu zijn het identieke lampjes, allebei 10 ohm. Nou laat ik nou eens de weerstand van het rechter lampje 20 ohm maken. Die andere is nog 10 ohm. En als ik dan de spanning meet over dat eerste lampje, dan zul je zien dat het nog maar 3 volt is. Waar is de rest gebleven? Ja, over dat andere lampje. 6 volt. Opgeteld weer 9 volt. Maar dat betekent dus dat het lampje met de grootste weerstand krijgt de grootste spanning. Nou ben ik er nu een stroommeter in aan het zetten en je ziet dat daar 0,30 ampère loopt. En laat ik nou eens ook na het lampje meten, of tussen de lampjes. Dan zet ik ook een stroommeter, ook 0,30 ampère. En tot slot na het laatste lampje. En dan zul je ook zien, ook 0,30 ampère. Dus de stroom in een... Serieschakeling is overal gelijk. Er zijn geen aftakkingen. De stroom die ergens inkomt, moet er ook weer uitgaan. Dat is dus een eigenschap van een serieschakeling. Laten we eens kijken naar een parallelschakeling. Hier zie je een parallelschakeling. Hoe herken je dat die parallel is? Omdat de lampjes uh, eigenlijk uh, niet achter elkaar staan, maar naast elkaar. Dus er zijn aftakkingen. Als je van de batterij begint, dan zul je zien dat er een afslag is. Je kunt of links of rechts, of naar het ene of naar het andere lampje. Maar je komt ze niet allebei tegen. Daarvoor moet je dus die afslag nemen. Nou laten we ook hier weer eens gaan meten wat de spanning is van de bron. Uh, die is gewoon hetzelfde. Uh, dus dat is weer 9 volt. Dan meet ik de spanning over het eerste lampje. Ook 9 volt. En het, de spanning over het tweede lampje is ook 9 volt. In een parallelschakeling is de spanning gelijk over de componenten omdat er geen. Afslag is dus die elektronen geven hun energie aan één ding af. Ze hadden 9 volt energie, dat geven ze aan uh, de component af die ze tegenkomen. Nou heb ik het tweede lampje weer een weerstand gegeven van 20 ohm, nog steeds 9 volt, dat verandert niet. En ook dat andere lampje 9 volt. Laten we nu eens kijken wat er met de stroom gebeurt. Dus ik pak weer een stroommeter en ik knip de schakeling open en daar zet ik dan de stroommeter in. Nou, je ziet een stroomsterkte van 0,9 Ampère. Laten we nog een tweede stroommeter inzetten bij het tweede lampje. Uh, onthoud, die had een twee keer zo grote weerstand. En dan zul je zien dat daar de stroom 0,45 Ampère is. Dus die is kleiner, de helft van die ander. Um, dat komt omdat die een grotere weerstand heeft. Daar gaat minder makkelijk stroom doorheen. Opgeteld is dat 1,35 Ampère. Dat is de hoofdstroom en die vertakt zich. Dus in een parallelschakeling is de spanning over de componenten gelijk, maar de stroom verdeelt zich en dat heb je hier duidelijk gezien. Vaak zeggen leerlingen: stroom kiest de weg van de minste weerstand. Maar dan zou je denken dat er geen stroom door dat lampje van 20 ohm gaat. Dat is dus niet zo, dat zie je hier. De stroom is eigenlijk dus omgekeerd evenredig aan de weerstand. Als de weerstand ergens twee keer zo groot is, dan is de stroom daar twee keer zo klein. Nou, het is handig om dit allemaal in één overzicht te zetten. Ik zou je willen aanraden, als je elektriciteit moeilijk vindt, om dit overzicht er tijdelijk bij te houden bij het oefenen, zodat je uh, dit, dit schema echt in je hoofd uh, krijgt. Alle formules die je zometeen ziet, staan gewoon in Binas. Die kun je gewoon in Binas vinden. Uh, maar het kan wel helpen dat je, dat je even het verband tussen de onderdelen ziet. Ik heb een uh, kolom met serieschakeling gemaakt. En om, om even in een plaatje weer te geven wat dat is, heb ik er dus een serieschakeling onder gezet. Parallel hetzelfde. En dan gaan we kijken wat er met spanning, stroomsterkte en weerstand of geleiding gebeurt. Dat hebben we net ook al gezien. Dit is de samenvatting. Dit zijn eigenlijk de belangrijkste formules die je nodig hebt. U is een keer R heb ik al genoemd. G is de geleiding, dat is 1 gedeeld door de weerstand. Um, een grote weerstand betekent een lage geleiding. P is UQI, vermogen. En E energie is vermogen keer tijd. Die formule geldt ook voor het domein mechanica. En dan die laatste rare formule. ρ is r keer a gedeeld door l, die geldt voor de weerstand van een draad. Nou, in serie verdeelt dus de spanning zich. De totale spanning is gelijk aan de, de spanningen opgeteld van de componenten. De stroomsterkte door de componenten is allemaal gelijk. En de weerstand telt zich op. Dus uh, de totale weerstand is gewoon de weerstanden los bij elkaar opgeteld. Dat volgt uit het bovenstaande. Nou, voor parallel is het. Eigenlijk net andersom. De spanning is over alle componenten gelijk, maar de stroom verdeelt zich zodat opgeteld de stroomsterkte gelijk is aan uh, de som van de deelstroom. Nou, voor weerstand geldt er dan een moeilijke formule: met 1 gedeeld door R totaal is 1 gedeeld door R1 plus 1 gedeeld door R2. Die, die ken je vast, die staat ook in Binas. Ik vind het wat inzichtelijker om hier juist de formule op te schrijven voor geleiding. Um, want de geleiding wordt steeds beter eigenlijk. Als je meer parallele componenten hebt, dan gaat die schakeling steeds makkelijker stroom geleiden. En dat zie je uh, in deze formule. De totale geleiding is de geleiding door component 1 plus de geleiding van component 2, moet ik zeggen. Um, nou, dit zijn de formules die je nodig hebt. En met dit schema kun je vrijwel alles oplossen. Dan zijn er ook nog de wetten van Kirchhoff. De wetten van Kirchhoff drukken meer algemeen uit wat ik net heb verteld over serie en parallel. Kijk eens helemaal rechts. Daar zie je een knooppunt en daar komt een stroom in uit eh, ten gevolge van die bron. Nou is daar is er een aftakking. Die stroom kan door R1 gaan of en of door R3. Nou zegt de wet van Kirchhoff dat de lading in dat punt behouden is. Dus de lading die daar instroomt in een seconde. Um, die moet ook gelijk zijn aan de lading die er weer uitstroomt. Dus stroom in is stroom uit, want stroom had te maken met lading per tijdseenheid. Nou neem je de stroom die ergens ingaat in een punt, neem je positief en die eruit stroomt negatief. En dat kun je ook zo opschrijven dat de som van al die stromen, plus en min moet je dus rekening mee houden, moet optellen tot nul, zodat er geen stroom bij komt of ontstaat eigenlijk of verdwijnt. Nou voor... Spanning moet je een, een, een kringetje maken een, een, door je circuit. Bijvoorbeeld deze kring hier rechts getekend, links voor jullie. Um, ik begin bij de plus van de bron en dan ga ik door R1, R2 en dan kom ik bij de min van de bron uit. Nou zegt de tweede wet van Kirchhoff dat de totale energie behouden is. En dat kun je ook uitdrukken in uh, spanning. Dus de spanning die ergens inkomt, bijvoorbeeld de spanning die de bron levert moet gelijk zijn aan de spanning die R1 uh, eigenlijk opneemt en R2 opneemt, want spanning had te maken met energie. Spanning in is uh, positief, dus die bron neem je als plus en uh, spanning uit is negatief. Dus bij R1 uh, wordt er elektrische energie omgezet in iets anders, dus dan neem je de spanning negatief. Let wel dat, je, uh, dit, dat dit geldt als je van de plus naar de min gaat van de bron. Als je in de omgekeerde richting gaat, dan, dan speel je het filmpje eigenlijk af. Dan krijg je natuurlijk dat de bron uh, min wordt. En de R1 en R2 worden positief. Omdat je het, het, het filmpje terug speelt. Nou, dat kun je ook weer in een formule opschrijven. De som van alle spanningen opgeteld is nul. Nou, zijn er ook nog speciale componenten. Um, dat is op zich niet zo heel erg moeilijk. Maar ik, ik raad je aan om dat uh, voor een overzicht voor jezelf te maken. Ik noem ze snel. Een NTC is een Negative Temperature Coefficient. Dat is een weerstand waarvan de uh, weerstand afneemt als de temperatuur toeneemt. Je ziet dat er iets omgekeerds aan is. Er is ook een PTC, hetzelfde, maar dan neemt de weerstand toe bij toenemende temperatuur. De meeste metalen zijn PTC's. Een LED, een Light Emitting Diode, uh, dat is zo'n uh, zo fel lampje en een diode laat stroom alleen maar door in één richting. Een LDR. Uh, het woord zegt het al: een light-dependent resistor. Uh, de weerstand wordt meestal minder als er meer licht op valt. Enzovoort. Dus zorg dat je, dit zijn de belangrijkste, maar zorg dat je dit zelf nog even uh, helder hebt. Nou, nog wat algemene tips. Um, gebruik het gegeven schakelschema of teken eerst zelf eens even een schakelschema voor de situatie. Dat kan je echt helpen om overzicht te krijgen. Vul daarin de bekende gegevens in: spanningstroom, weerstand, enzovoort. Bedenk goed of dingen. Serie zijn parallel of misschien een combinatie. Bij een combinatie moet je echt voorzichtig zijn dat je de dingen niet door elkaar gaat halen en pas dan consequente verbanden toe. U is R. de regels voor serie en parallel. Uh, soms is het handig om een vervangingsweerstand te berekenen en deze formules staan niet in BINAS, maar die volgen uit U is R en P is UKI. Soms heb je deze nodig en lukt het niet om zonder deze formules iets op te lossen p is i kwadraat keer r of p is u kwadraat gedeeld door r. Um, dan tot slot, die rho hebben we net al gezien. Dat is de soortelijke weerstand. Dat is ohm keer meter. Het is dus geen dichtheid. Alsjeblieft, verwaar dat niet met elkaar. Rho is dus, heeft dus te maken met hoe goed iets geleidt. Dan nou zijn er nog twee handige binastabellen die je kunt gebruiken. Ten eerste uh, 17b. Dat, daar staan alle symbolen in uh, die in schakelschemers gebruikt kunnen worden. Kan handig zijn als je niet meer weet wat iets was... En natuurlijk de formules 35D. Um, zorg dat je die ook goed kent. Nou, dan is het nu tijd om te oefenen. Pak weer je schriften bij, rekenmachine, BINAS, pen um, en uh, doe vooral mee. Um, dit is uh, een uh, opgave over een weerstation. Zet de, uh, de film op pauze en kijk hem dan uh, weer verder. Wat is nou belangrijk in deze vraag? Ten eerste een 12 volt accu, dat is de bron. Dan het uh, vermogen dat gegeven wordt is dus 2,3 watt. En die accu, zo'n opgeladen accu, heeft een capaciteit van 75 ampère uur. Let op de eenheid. Het, zijn, uh, het is stroom keer tijd, ampères keer uur. Dat wordt daarna nog uitgelegd tussen die haakjes. Nou ja, de capaciteit is op basis van de stroom gegeven. Dus ik zou eerst eens even de stroomsterkte uitrekenen. Uh, p is u keer i. Dus i is p gedeeld door u. En nou, die gegevens vul je in en dan vind je deze stroom. Um, nou wordt het uitgelegd wat die accu daarmee kan met zo'n stroom. Hoe lang werkt die accu op deze stroom? Um, de capaciteit is eigenlijk de dus stroom keer tijd. Dus tijd is capaciteit gedeeld door stroomsterkte. Dus één accu, uh, daar doe je 391 uur mee. Uh, nou, één jaar is veel meer dan dat. Dat is 8760 uur. En als je dat netjes op elkaar deelt, dan uh, vind je dus hoeveel accu's uh, je nodig hebt. De conclusie is dus uh, 23 accu's waar krijg je hier nou punten voor? Uh, ten eerste krijg je punten voor uh, het toepassen van Uzi uh, uh, Je krijgt een punt voor uh, het inzicht dat je dat die capaciteit om te rekenen is naar aantallen accu's um, en dan het completeren, dus echt het vinden, het afronden van uh, je antwoord. Overigens ik heb naar boven afgerond, want met 22 accu's zou je net geen jaar vol maken. Nou de vraag gaat nog even verder. Um, dat weerstation wordt aangesloten op een zonnepaneel. Hier zie je het schakelschema. Ik leg even kort wat dingen uit, zodat ik niet alle tekst op je scherm uh, hoef te persen. Um, helemaal links zie je dat zonnepaneel in zijn eigen tak van de schakeling. Uh, daaraan een accu. En dan R3 is dan het weerstation. Dat wordt weergegeven als een losse weerstand. Dit zijn de twee vragen erbij. Maak ze weer eerst zelf en kijk het dan na. Nou, dat vermogen... Uh, dat dan geleverd wordt in, in deze situatie. Um, daarvoor moet je bedenken dat. Ik heb een pijltje uh, bovenin getekend. Daarvoor moet je bedenken dat er dus een stroom naar R3 gaat. Waar komt die stroom vandaan? Die komt uit, uit de, het zonnepaneel en uit de accu. Nou weet je bij. Uh, eigenlijk is dit een wet van keergolf of, of voor parallel. Je weet dat bij zo'n splitsing komen die stromen samen. Dan moet je ze optellen. Dus I3 is de som van I1 en I2. 0,96 ampère. Nou, het weerstation staat, als je dus even dat zonnepaneel vergeet, staat het weerstation in serie met de accu en R2. Um, dat, de accu levert 12 volt en een deel daarvan komt over R2 te staan en een ander deel daarvan komt over R3 te staan. Dus de spanning van U, uh, R3, dus U3, is 12 volt min de spanning over R2. Dat heb ik U2 genoemd. Nou, reken je die spanning U2 uit met I keer R... Dat is 0,45 volt, dus dan hou je over 11,55 volt voor het weerstation. Nu hebben we de stroomsterkte en de spanning keer elkaar dat is 11 watt en dat is het gevraagde vermogen. Nou, voor de wet van Kirchhoff voor vraag 24 heb ik deze kring getekend. Uh, ik ben dus begonnen uh, bij de plus van het zonnepaneel naar A, B, E en F. Kom ik bij de minpool van het zonnepaneel uit. Deze kring dus. Nou, als je daar netjes de, de wet van Keerhoff uh, gebruikt, dan ziet dat er zo uit. Ik loop een beetje langs. UZP, zonnepaneel, weten we niet. Die schuif ik als variabele op. Dan kom ik door een weerstand R1. Ik ga met de stroom mee, dus hier verlies je wat spanning. Dus min 0,71 ampère keer 2,6 ohm. Dan kom ik bij R2. En R2, dan ga ik weer naar de plus van de accu. Dus ik ga daar stroom opwaarts, of he, daar speel ik het filmpje terug. Dus normaal gesproken verlies je daar energie, maar als je ja, terug in de tijd gaat, dan uh, geef je daar, um, krijg je daar, ontvang je daar energie. Dus dat is 0,25 ampere keer, die uh, 1,8 ohm. En dan komen we door de accu. Normaal gesproken geeft dat energie, maar nu he, ga ik tegen de stroom in, dus het is min 12 volt. En dat moet dan opgeteld 0 zijn. Als je dat helemaal uitwerkt, kom je op 13,4 volt. Nou, is er is nog een alternatief zonder die wet van Keergrof. Uh, want bedenk dat het paneel en R1 samen parallel staan aan de accu en R2. Dus stel je voor dat je de spanning meet tussen A en F, dan meet je een spanning van het zonnepaneel min die spanning over R1. En dat moet gelijk zijn aan de spanning van 12 volt min de spanning over R2. En daarmee los je het ook helemaal op. En dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Je krijgt hier punten voor het inzicht van het splitsen van die stromen bij vracht 23, het uitrekenen van de spanning over het weerstation en het toepassen van P is U keer I en het completeren. Vier punten. Nou, voor 24 krijg je een punt voor het inzicht dat je deze kring moet gebruiken, voor het gebruiken van de juiste tekens, dat is lastig, en het completeren: 13,4 volt. Dit is de volgende vraag over het weerstation. Uh, lees hem weer zelf, maak hem dan en kijk hem dan na. Oké, okay, je moet dus twee vragen eigenlijk beantwoorden. Voor welke waarde wordt het zonnepaneel, uh, of wordt de accu opgeladen? Hè? welke waarde van de spanning over het zonnepaneel wordt de accu opgeladen? Ja, wanneer wordt een accu opgeladen? Dan gaat er dus stroom naar de accu toe. Dat betekent dat de stroom naar de plus van de accu gaat. Nou, vanuit de accu gezien is dat een negatieve stroom. Nou zie je in de grafiek dat de stroom negatief wordt bij 14,6 volt. Dus op dat punt uh, wordt de accu opgeladen. Nou, wanneer uh, levert uh, de accu stroom aan het zonnepaneel? Nou, ook weer Ik kan je tekenen. Dan gaat de stroom naar het zonnepaneel. Ook dan geldt dat er dus een negatieve stroom is gezien vanuit het zonnepaneel. Daarvoor moet je de grafiek doortrekken, dat heb ik hier voor je gedaan. En dan zie je dat deze grafiek de as snijdt, de horizontale as snijdt bij 10,4 volt. Dus daar is er een stroom naar het zonnepaneel. Nou moeten deze stromen negatief zijn, dus met deze twee spanningen ben je er nog niet. Je moet nog bekijken of die spanning dan over het zonnepaneel groter of kleiner is dan deze waarde. Nou, dan kun je zien dat de accu wordt opgeladen bij een spanning groter dan 14,6 volt, dan is de Stroom naar de accu negatief en voor het zonnepaneel geldt dan dat de stroom uh, negatief is als de spanning over het zonnepaneel kleiner is dan 10,4 volt. Hier krijg je een punt voor uh, het vinden van 14,6 volt voor die 10,4 volt en voor de groter dan kleiner dan tekens dat je dat uh, goed hebt. Dit is de laatste vraag over het zonnepaneel. Er is een probleem natuurlijk want we willen niet dat de accu het zonnepaneel oplaadt. Dat moet andersom. Daar gaat deze vraag over. Nou, een diode is een, eigenlijk een gelijkrichter, die zorgt ervoor dat de stroom maar één kant op kan en niet de andere. Waar moet je die nou zetten? Die moet natuurlijk ergens in de tak van het zonnepaneel zijn. Dit, deze situatie, dat er stroom uh, naar het zonnepaneel loopt, dat mag niet, hè. Die, dat moet voorkomen worden. Dus hier wil je eigenlijk een soort uh, deurtje neerzetten en dat is in feite de diode. En dat ziet er zo uit. Het pijltje geeft aan dat er in die richting een stroom kan lopen. En het stokje geeft aan, hè, als je dus van B uit kijkt, dan kom je tegen een stokje aan, een, een dicht deurtje zeg maar. Uh, dat geeft aan dat hij in die richting blokkeert. Dat is de, de sperrichting. Dan heb ik nog een vraag over een aardlekschakelaar. Uh, dat is een vrij grote opgave. In de video over elektrische en magnetische velden zal ik de rest, uh, een aantal andere opgaven uit deze, dit examen, uh, bespreken. Ik heb er even één vraag uitgehaald. Je hoeft niet zoveel te weten hiervoor over die aardelijk schakelaar. Het gaat over die wasdroger die uh, hier is aangesloten op het lichtnet. Wat is belangrijk in de vraag? Het lichtnet 230 volt. Uh, er is een koperdraad en de lengte is gegeven en de diameter is gegeven en je moet de stroomsterkte berekenen. Um, nou zou ik altijd eerst nadenken van ja, ik, ik moet een stroomsterkte hebben. Hoe kom ik aan een stroomsterkte? Ik heb een spanning. U is I keer R met 230 volt. Nou die R weet ik niet, maar die kan ik dus berekenen met een weerstand van een draad. Dat is deze formule. Rho is R keer A gedeeld door L. Die moet je omschrijven, want we hebben de weerstand nodig. R is Rho keer L gedeeld door A. Ga dan systematisch na wat je nog nodig hebt. Rho is de soortelijke weerstand van koper. vind je in Binas uh, tabel 8. De lengte is gegeven en de a is een doorsnede. Dat is dus een, een cirkel, de oppervlakte van een cirkel, pi r-kwadraat. Maar d is gegeven, dus we moeten nog de helft van de diameter uh, nemen. Dat is 0,10 keer 10 tot, tot de min derde meter. Als je dat netjes invult, krijg je deze oppervlakte, heel klein... En als je dan alles invult, vind je de weerstand. Nou, denk je misschien eindelijk, ik heb iets uitgerekend, ik ben klaar. Lees altijd nog even de vraag: heb je antwoord gegeven op de vraag? We moesten geen weerstand berekenen, maar een stroomsterkte. Dus daar begon ik mee. Um, I is um, U gedeeld door R. Dus 230 volt gedeeld door 22,7 uh, Ohm is 10 Ampère. Je krijgt een punt voor U, uh, uh, R uh, toepassen. Uh, voor het gebruik van de formule van de weerstand van een draad met Rho is 17 keer 10 tot de min 9e ohm meter. Voor het uh, uitrekenen van uh, de oppervlakte met gebruikmaking van die straal in plaats van de diameter. En dan het completeren. Dat was uh, de vierde punt. Nou, dit was de examentraining elektrische systemen. Ik hoop dat je hem uh, geslaagd vond. Um, ik wil je nog een tip meegeven voor het examen. Uh, bedenk dat het er niet om gaat dat je een 10 haalt, dat je alle punten haalt. Maar bedenk dat het gaat om te laten zien wat je wel weet. En bedenk dat je ook vaak meer weet dan jezelf, uh, je jezelf realiseert. Dus schrijf vooral je stappen op. Laat zien wat je kunt en dan komt het vast goed. Heel veel succes!